Indien ooit, dan wordt in onze tijd de uitspraak van de profeet Jesaja vervuld. De aarde zal ganselijk waggelen, gelijk een dronkaard, en zij zal heen en weder bewogen worden, gelijk een nachthut, hoofdstuk 24, vers 20. Een wijsgeer der oudheid heeft gezegd, alles vloeit, thans moet getuigd, alles waggelt. Wat vroeger stond als een paal, knakt tegenwoordig als een riet. De aarde waggelt, zegt de profeet, gelijk een dronkaard. Bij het woord aarde hebben wij hier te denken aan de landen en de steden met al hun grootheid. Onze tijd, die zo graag tooit met de lauwerkrans van eeuw der wetenschap en cultuur, heeft zich hoofd en hart bedwelmd door allerlei zwijmeldranken van ongeloof en revolutie. Een waggelend mens strekt de handen rondom zich uit om enige vastheid te krijgen. Doch hoe en waar zal het ongeloof deze vinden? Dat immers in de stoutste ontkenningen en in de grilligste fantasieën zijn kracht zoekt. Te midden van deze waggelende wereld is er slechts één die altijd onveranderlijk dezelfde is, namelijk de Christus Gods, de rots der eeuwen. En te midden van de puinhopen die al grotere afmetingen aannemen, verrijst in deze voorbijgaande wereld, mee door de dienst van zeer en knechten, het vast gebouw van Christus kerk. Onder alle wisselingen der tijden blijft zij pal staan, nu al 20 eeuwen, in haar onverwrikbaar en haar onwrikbaar fundament, door de eeuwige God zelf gelegd. Jezus Christus en die gekruisigd, deze onveranderlijke Christus zei, onder al het waggelen der wereld rondom ons, en bij het gedurig bewogen worden onze ziel in ons, al de sterkte, en ons hart en in leven en sterven, met het doel overdenken wij in deze uren het woord der Heilige Schrift in Hebreeën 13, vers 7 en tot 9a. Daar staat, gedenkt uw voorgangeren die u het woord Gods gesproken hebben en volgen geloof na, aanschouwende de uitkomst hunner wandeling. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid, wordt niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen. De kerk des Heren van alle tijden en met name echter die van tegenwoordig, wordt door dit schriftwoord gewezen op haar plicht en haar troost, doch tegelijk ook ernstig gewaarschuwd. Na de behandeling van de hoofdgedachten van deze brief volgen nog enige afzonderlijke vermaningen. Ze vormen evenwel een geheel, als de koralen die door een snoer worden verbonden. Al heeft de kerk van het nieuwe verbond geen uitwendig middelpunt, gelijk onder Israël de tempel, toch wordt zij in het midden der wereld duidelijk naar buiten zichtbaar. Dat blijkt uit de keten van de christelijke deugden die ons hier worden voorgehouden. De broederlijke liefde, de herbergzaamheid, de heiligheid van het huwelijk, de rechte waardschatting van geld en goed. God is de helper der zijnen, ook als goud en zilver hulpeloos laten. En dan volgt, gedenk uw voorgangers,
Driemaal wordt in dit hoofdstuk over voorgangers gesproken. Vers 7 doelt op de ambtsdragers die hun taak al hebben volbracht. Vers 17 heeft het oog op de ambtsdragers die nog onder hen arbeiden. In vers 24 worden de Hebreeën verzocht al hun voorgangers te groeten. Ongetwijfeld hebben wij in de tekst allereerst te denken aan de apostelen. Deze hadden in de gemeente des Heren het werk aan de fundamenten verricht. Hun arbeid was dus met hun verscheiden niet ten einde. Zij hebben het woord Gods verkondigd. Nog spreken zij nadat zij gestorven zijn. Daar moeten de gelovigen hunner gedenken, blijvend in de gezegende gedachtenis. En dit is niet zozeer om hun personen, maar om hun werk, dat God ze te doen heeft gegeven. Deze dankbare herinnering betoogt een praktisch en zeer belangrijk doel, blijkens de woorden, en volgt hun geloof na. Het geloof is hier niet zozeer het middel tot zaligheid bedoeld, als wel de openbaring van het geloof in hun leven. Deze hebben zij na te volgen. Zij moeten de voorgangers niet slechts nastaren, maar navolgen door te wandelen in hun voetsporen. De apostelen zijn in het leven en het werk van het geloof hun tot een voorbeeld geweest. En een voorbeeld dient te worden nagevolgd. De drangrede hiertoe is, aanschouwende de uitkomst, de afloop van hun wandeling. Moeilijk, steil en ongebaand was hun pad, waarschijnlijk volstrekt niet bekoorlijk, maar zij hebben volstandig tot het einde toe volhard in alles, alleen de ere Gods te zoeken, God verheerlijkend en zielenzaligend was hun einde, de uitkomst van hun wandel. Zie daar de klemmende kracht der vermaning hun te gedenken, steeds hen na te volgen. Het geloof was het wezenlijkste van hun leven, de beste wijze om de voorgangers te gedenken is hen na te volgen. Er bestaat een nauw verband tussen wandel en de uitkomst. De uitkomst wast uit de wandel op, gelijk een plant groeit van de wortel. De voorgangers hadden in hun sterven de Heere niet zo kunnen verheerlijken als zij in hun leven hem niet getrouw hadden gediend. De gemeente blijven daaraan steeds gedenken, hun tot navolging. Van hun gehoorzaamheid en van hun toewijding. Op nadrukkelijke wijze heeft het woord voorgangers uitbeelding aan de broederlijke liefde, waarvan vers 1 spreekt. Als het goed is, bestaat er een nauwe betrekking tussen de gemeente en haar voorgangers. Ouders die betonen dat dit niet te voelen, door in het bijzijn hun kinderen op oneerbiedige, zomaar niet minachtende wijze over opzieners te spreken, doen daardoor zichzelf en hun huis onberekenbare schade. De band tussen de gemeente en haar ambtsdragers moet zijn als die tussen het staal en de magneet. Deze verwijderen zich niet van elkaar, maar trekken elkaar aan. En die tussen de herder en zijn schapen nog tederder, gelijk die tussen ouders en hun kinderen. Gedenk aan uw voorgangers.
Blijf hun geloof en hun wandel gedachtig. En dat komt des te gemakkelijker, wijl het voorbeeld van hun geloofswandel zoveel dichter bij hen stond dan dat van de wolken der getuigen uit hoofdstuk 11. Het leven van de wereldse mens is vol van vergeten en veronachtzamingen. Maar het volk des Heren is een volk dat gedenkt. De herinnering is een uitnemende dienstmaagd van het geloof. Het gelovige denken aan ontvangen zegeningen strekt tot de ere Gods en maakt onze geestelijke rijkdom dubbel groot. Vers 8 van onze tekst staat schijnbaar op zichzelf, doch ze is inderdaad aan het voorafgaande ten nauwste verbonden. Deze zo veelzeggende uitspraak kon gelden als het opschrift van heel de brief. Van de voorgangers richt de schrijver zich nu op de grote zender die door hen werd verkondigd. Ofschoon de apostelen wegstierven, Christus blijft en is onveranderlijk dezelfde. Indien hij veranderlijk ware, verviel ook de reden om het evangelie vast te houden. Dan behoren wij een ander voorwerp voor ons geloof te zoeken. Maar Christus is altijd dezelfde, gister en heden en in der eeuwigheid. Gister. Dat betreft het verleden. Heden ziet op de tegenwoordige. Opdat nu niemand zou denken, het evangelie kan straks nog wel eens gewijzigd worden, volgt er en in der eeuwigheid. Het is na Bethlehems kribbe en Golgotha's kruis altijd dezelfde Christus, op wien het oog van allen die geloven is gericht. Wat hij gisteren was, in de dagen der ontslapen voorgaans, dat is hij heden. En wat hij heden is, blijft hij in der eeuwigheid. Zijn woord wordt nooit gewijzigd. Zijn bloed verliest nooit zijn verzoenende kracht. En nooit is zijn arm verkort. Hemel en aarde gaan voorbij, maar hij blijft dezelfde. Onveranderd niet alleen, maar onveranderlijk is hij als God zelf, wiens uitgedrukte beeld hij is. De hemelingen aanschouwen hem wel beter dan de gelovigen op aarde, maar zij zien hem niet anders. Alle schepselen zijn aan de wet der verandering onderhevig, maar de zaligmaker, die hier niet slechts met zijn persoonsnaam, doch ook met zijn ambtsnaam genoemd wordt, kent geen verandering, vroeger niet, thans niet en nooit niet. Daarom kan zijn werk nooit iets van zijn kracht en van zijn noodzakelijkheid verliezen. Alzo is de prediking des heils steeds een en dezelfde. Christus is in zijn persoon, in zijn woord, in zijn werk de hoogste, de meest alzijdige en volkomen openbaring Gods. Hij is de Zoon Gods, het beeld Gods en de grote dienstknecht Gods. Geen feit stelt al zeer en volmaaktheden zo in het licht als de menswording en de voldoening van Christus. Daarin treden al Gods deugden in het heerlijkst licht. Het is een eeuwige Godsgedachte die in de komst en in het werk van Jezus Christus wordt verwezenlijkt. Daarom is hij gisteren en heden dezelfde en in de eeuwigheid. Welke rijke troost is hierin gelegen. Zoals de Heiland was in zijn omwandeling op aarde, zo is hij ook in heerlijkheid in de hemel.
de Verlosser, vol van genade en waarheid. Van eeuw tot eeuw betoont hij dezelfde reddende liefde aan allen die in hem geloofden. Wat in dat ene woord dezelfde ligt opgesloten, is gans onzegbaar. Het bevat een veelvuldigheid en veelzijdigheid, volstrekt onuitsprekelijk. Als de God-mens heeft hij ons de Vader verklaard en tevens het echt menselijke tot volle ontplooiing gebracht. De evangeliën doen ons zijn vol heerlijke gestalte zien, zo vol van allerlei gaven en krachten, dat hij uit het ene oogpunt niet kan worden beschouwd, of terstond verschijnt hij voor ons in een ander licht. Hij verhief zich boven de aardse verhoudingen toen hij 40 dagen vastte in de woestijn. Doch wij zien hem ook in diepe slaap gezonken in het scheepje van zijn jongeren. Wij aanschouwen hem in Gethsemane's donkere schaduwen en in de bangste zielensmart, en wij ontmoeten hem op de bruiloft te Kana. En hij deelde rijkelijk zijn gaven uit aan 5000 hongerende mensen, doch leefde zelf van de giften zijner vrienden. Hij weigerde een kroon te ontvangen uit de hand van mensen en onttrok zich aan hen om op het stille berghoogte de gemeenschap met zijn Vader te zoeken. Hij reinigde met onweerstaanbare mogendheid de tempel, doch spaarde tegelijkertijd de duiven en luisterde naar de kinderkens die het Hosanna hem toezongen. Hij leerde de scharen als machthebbende en doorstak het geweten van Herodes door zijn stilzwijgen. Hij genas alle krankheid en kwaal en wekte zelfs doden op en stierf ten laatste aan het kruishout der schande en van de vloek. Nooit heeft iemand het volle rijke mensenleven in zijn smart en in zijn vreugde zo doorleefd en geopenbaard als de Christus. Vandaar is hij steeds dezelfde en toch nooit hetzelfde. Hij bezielde de scharen door zijn verschijning en door zijn woord. Nooit heeft iemand gesproken als hij. Welke een grote rijkdom en verrassende afwisseling in de gelijkenissen. Altijd hetzelfde en tegelijk steeds nieuw. Zo is het ook in zijn werken. De reeks van namen, hem door de Heilige Schrift toegekend, bewijst dat. Hij heet de Meester en de Heere, de Zonen Gods en de Zoon des Mensen, de Grote Koning en de Goede Herder, de Medicijnmeester, de Vriend en de Bruidegom. Hij is het licht der wereld, het brood en het water des levens. Hij is de gezalfde God, de Messias, profeet, priester en koning, het Lam Gods en de leeuw uit Juda's stam. Velelei vergelijkingen dienen om uit te beelden wie en wat hij voor zijn vrienden zowel als voor zijn vijanden is. De ootmoedige en berouwvolle zondaren troost hij vol mededogen, maar tot de eeuwig gerechtigde fariseeën komt hij met een scherp verwijt tot een vreselijke bestraffing. De grote Christus gaat dan ook al wat mensen hebben gedacht en gedicht ver te boven. Letterlijk alles hebben zij van hem gemaakt. Hij is het teken dat wedersproken wordt en daarom ook veel besproken blijft. Beurtelings is hij genoemd, een volmaakt mens, een genie. Ook wordt gesproken van de Christus-mythe. Tegenwoordig wordt Jezus tevoren
door de Joden altijd als een gehangene vervloekt, nog steeds meer geroemd als een nationale held. De grote zoon Israëls, de trots hunner natie. De revolutionairen prijzen hem als de grote vriend van het volk. De modernen als het voorbeeld van humaniteit. Wat bewijst deze bonte verscheidenheid nu anders dan dat hij midden van al het onvolkomen en gebrekkige, de blijvende te midden van al het voorbijgaande, de wezenlijke bij al wat slechts schijn en schaduw is. Doch het komt hier bovenal erop aan dat gij de Christus leert erkennen en in hem leert geloven als de enige borg en middelaar tot verzoening met God, tot voldoening aan het heilig recht, tot betaling van onze zonden, tot verkrijging van het heil des Heren. Wie hem niet als zaligmaker wil aanvaarden, zal voor hem in de dag des oordeels als rechter moeten buigen. Gelooft in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden, maar die in hem niet gelooft is alreede veroordeeld. Het geloof in Christus als de enige en volkomen zaligmaker staat in het centrum van het christendom. De eerste christenen werden door allerlei gevaren bedreigd, omdat ze leefden te midden van de Joodse wereld, die met fanatieke haat tegen Jezus en zijn discipelen vervuld was. Ten bloede toe werden zij om de naam en de zaak van Christus vervolgd. Hier nu treedt duidelijk in het licht de kracht der vermaning. Gedenk uw voorgangeren. Gedenk uw voorgangers, die de schrijver roept dit hun toe, tot sterkte en troost. Hij wekt hen op, steeds het oog te vestigen op de kracht en de zegen van het evangelie dat hen werd gepredikt. Volg hun geloof na. Stelt, evenals zij, al uw betrouwen op de Heere. De voorgangers zijn wel heengegaan, maar hij, die ze bekrachtigd en tot de overwinning geleid heeft, is gebleven. En hij is dezelfde in zijn wezen, dezelfde ook in zijn gezindheid, jegens allen die in hem geloven, maar ook in zijn eisen en bedreigingen tegen die hem verwerpen. Welk een vertroosting voor de in nood en jammer verkerende Hebreeën. Bij al wat hen tegenstaat en benauwd, mogen zij ten volle van Christus trouw en genade en daarom ook van hun zaligheid in hem verzekerd wezen. Rijke vertroosting biedt dit woord ook aan de gemeente van deze tijd. Wij worden niet door druk en vervolging in de zere dienst belemmerd. Vrij en ongehinderd mogen wij samenkomen. En de smaad der bespotting van het ongeloof, moderne openbaring van de aloude vervolging, behoeft ons in het minst niet te verwonderen of te hinderen. Troost ligt er in dit woord, want ook nu leeft de gemeente in een wereld waarin alles het zwarte brandmerk draagt van zonde en dood. Niets is hier op aarde bestendig. Ook het mooiste en beste gaat dikwijls maar al te snel voorbij. Het leven is vooral tegenwoordig een altijd draaiende kaleidoscoop. Bovendien vermeerdert de heerschade van hen die met ruwe slopershanden alles omverstoten, kort en klein maken. Wat al raadselen en onoplosbare tegenstrijdigheden in onze grote wereld rondom ons, zowel als in de kleine kring der onzen. Wie of wat zal ons nu tegen dat alles troosten? In de Hebreeënbrief wordt ons in de
blijde boodschap verkondigt. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in der eeuwigheid onder. En niet tegenstaande alles in onze al banger wordende tijd, is de Christus Consolator, het licht in onze duisternis, de vrede, de vreugde in onze smart en de onomstotelijke vastheid bij al wat wegdrijft en ter gronde gaat. De grote kerk in deze eeuw mag er even stellig van verzekerd zijn als de gemeente der Hebreeën, dat Christus altijd in en alles haar trooster en helper, haar behouder en zaligmaker is, tegenover de lichtzinnige dodendans van deze eeuw, waarin het leven van de mens als niets wordt gerekend, tegenover de noodkreten der wereldsmart en het woest geschreeuw der opstandelingen, mag de gemeente des Heren nu al, nog voor de laatste ontzaglijke strijd losbreekt, het zegelied aanheffen. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid of gevaar, of het zwaard? Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons lief gehad heeft. Romeinen 8, vers 35 en 37. Kom, laten wij gemeenschappelijk zijn lof en ere verheffen. O grote Christus, eeuwig licht. Drie. Na de plicht van de troost spreken wij ten slotte van de ernstige waarschuwing die uit dit schriftwoord tot ons komt. De christenen uit de Hebreeën hadden eerst gestaan voor het groot dilemma, Christus of Mozes. Nu deden zich weer andere zwaarigheden voor. Allerlei dwaalgevoelens kwamen op, waartegen zij zich zeer hadden in acht te nemen. Daarom zegt vers 9, wordt niet omgevoerd met verscheiden en vreemde leringen. Deze dwalingen betroffen niet de Joodse instellingen. Niet van offer. Niet van offermaaltijden, maar van spijzen wordt hier gesproken. In plaats van op het Oude Testament doelt vers 9 veel eer op de kerngedachte van de nieuwe bedeling, namelijk dat het hart van zere volk alleen gesterkt wordt door genade. De woorden, door welke geen nuttigheid bekomen hebben die daarin gewandeld hebben, voeren ons op een terrein waar men ten aanzien van het gebruik of de onthouding van lichamelijke spijzen een stelsel maakte om daarvan heil voor de ziel te wachten. Hier is een vroomheid naar eigen hand, gelijk die zeer vervalste godsdienst, is de grootste tegenstander van de ware vreze Gods. Eigenwillige. Valse godsdienst is de grootste tegenstander van de ware vreze Gods. Alleen door Gods genade in Christus Jezus wordt het hart gesterkt. Daarom moeten wij met onderwerping der dwaalgevoelens de genade vasthouden. Onze tekst spreekt van verscheiden en vreemde leringen. Deze vormen een warrelklis van vreemde, dat is van met het evangelie niets van doen hebbende dwalingen. Een bonte mengeling van vreemdsoortige gevoelens hadden een meeslepende kracht. Hun grote vermenigvuldigheid gaf ze schijn van rijkdom, welke nieuwsgierigheid opwekte. Een vreemdsoortige,
altijd voor velen bekoorlijk. En hoe sobere eenvoud staat het evangelie van Gods genade tegenover de veelkleurige, grenzeloze, zich vermenigvuldigende ketterij. Wie zich met deze nieuwe theorieën liet omvoeren, was een schip gelijk dat, door de storm uit de rechte koers gedreven, een speelbaar bal der golven is. De nieuwe leerlingen boden geen steunpunt en rustpunt, geen halt op de weg. Ze veroorzaken een verward hoofd en een gedeeld hart. Wat ons arresteert, tot staan brengt, tot troost en steun is, wat alleen door de genade van Christus verkregen. Ook tegenwoordig doet allerlei vreemde leerlingen geregeld opgeld. Hoeveel vreemdsoortiger, des te aantrekkelijker bij de massa. Velerlei invloeden zijn er op uit, om ons en vooral onze zonen en dochteren listig af te leiden van de eenvoud van het evangelie en de eenvoudigheid van het geloof. Het karakter van onze tijd verschilt volstrekt van het karakter van het evangelie. Dat is toch en voor ieder onveranderlijk hetzelfde. Tegenwoordig doet het verwarrend en verbijsterend verschijnsel op van de algemene jacht naar wat nieuws, naar telkens wat anders. Alle andere kanten openen zich nieuwe vergezichten. Steeds dringen zich andere vraagstukken aan met brutaliteit. Menige jongeling en jonge dochter kan zich in de oude gedachtenkring niet meer vinden. Daarbij treedt het jammerlijk verschijnsel steeds aan het licht van vergaande en toenemende onbekendheid met de Bijbel. Het droeve gevolg nu van dit alles is dat men met de grote levensvragen, die toch aldoor de mens op de mens onafwijsbaar blijven aankomen, een antwoord gaan zoeken op eigen, geheel verkeerde wegen. Velen hebben met het oude geloof geheel gebroken. Zij rekenen dat ze er ver boven staan. Anderen trachten het te fatsoeneren naar hun eigen opvatting en smaak. Door met een filosofisch kleed en een poëtisch sluier aan te komen. In tegenstelling met de Christus de Schrift, die in de eeuwigheid dezelfde is, boetseert men tegenwoordig telkens met andere Christusbeelden. Doch het zijn slechts beelden, zo al niet zonder schoonheid, dan toch ten eenenmale zonder kracht en zonder leven. Veel schoons wordt over Christus gesproken, maar belijdenis van de strafdragende borg raakt bij velen geheel op de achtergrond. Het is niet te zeggen waardoor zij zich al niet verlost wanen, maar geenszins door het zoenbloed van Golgotha's kruis, onder de invloed van poëzie en symboliek, smelten die moderne Christusbeelden weg tot fantastische ideeën die geheel buiten de werkelijkheid staan. Hier is een zwevende, maar geen levende Christus. Luchtspiegelingen, zo heeft een trouw Christusgetuige gezegd. Luchtspiegelingen zijn wonderschoon, maar wie een huis nodig heeft, kan er niet in wonen. Wie aan brood behoefte heeft, kan er niet verzadigd worden door een schaal wazen, al is die nog zo kunstig chemisch proces verkregen. Er bestaat ook gevaar een Christusbeeld zich te ontwerpen door scherp getrokken lijnen van strakke dogmatische redeneringen, zo koud als marmer. Deze bieden slechts een dor geraamte. Geen levende werkelijkheid. Christus is niet slechts de drager der waarheid, hij is de waarheid en het leven zelf.
Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Gisteren en heden. Deze beide woorden houden ons voorbijgaande voor de majesteitelijke uitdrukking in der eeuwigheid. Wijst op het volstrekt onveranderlijke en onbewegelijke. Nu is het in de grote fout van vele gelovigen dat zij te veel oog hebben voor wat gisteren bij hen is geweest, of wat heden door hen wordt ervaren, nog veel te weinig het eeuwige op hun ziel voelen gebonden. Wie meer op zichzelf dan op de Christus de blik richt, kan niet toenemen in het geloof en niet opwassen in de genade. Want het gemoedsleven is aan allerlei schijn. Heden niet zelden duisternis van rondom. Gisteren hoopte men genade deelachtig te zijn. Heden beangstigt de gedachte dat men toch nog vervreemd is. Wat nu kan zulke onvaste zielen alleen van die slingering bevrijden? Niets anders dan de geloofsovertuiging dat Jezus Christus gisteren en heden dezelfde is in der eeuwigheid. Christus is onveranderlijk dezelfde. Zijn werk is steeds hetzelfde. De aanneming tot kinderen om zijn en wil is hetzelfde. Zijn voorbeelden in de hemel is hetzelfde. Waarom zou gij dan uw verzekering voelen verkrijgen uit de altijd zwakke blijken van het geloof in uw wandel, in plaats van steeds te verlaten op de rotsvaste grond van het geloof in Christus Jezus? Het gemis aan helder inzicht in de heerlijkheid van Christus' persoon en werk is oorzaak dat zoveel gelovigen altijd in staat van geestelijke kindsheid blijven en niet komen tot de mate van een volwassen man in Christus, hun Here. Hun inzicht wisselt niet alleen gisteren en heden, het kentert menigmaal eenzelfde dag, maar Christus verandert nooit en in niets. Daarom zingt de dichter: welzalig Heer, die op u bouwt en zich geheel aan u vertrouwt. De waarschuwing van onze tekst houdt voorts ook vanzelf een krachtige opwekking in. Zij is er de keerzijde van, tegenover het omgevoerd worden door allerlei dwaalleer, staat het dicht nabij zijn en dicht blijven bij Christus. Beeld van het christelijk leven is de cirkel die met één voet onbewogen staat in het centrum en met de andere zo wijd mogelijke omtrek beschrijft. De gemeente des Heren volgen het spoor van Bethlehems herders, die eerst knielden bij de kribbe en daarna alom maakten het woord dat zij gezien hadden. Het is de roeping der gelovigen, de enige naam die tot zaligheid is gegeven, alom uit te dragen, verre en nabij, door de zending en evangelisatie. Het is het laatste bevel dat de Heiland onmiddellijk voor zijn hemelvaart aan zijn discipelen gaf luid: gij zult mijn getuigen zijn. Ziedaar de roeping van elke discipel. Hij heeft door woord en wandel steeds getuigenis af te leggen. Niet alleen kunnen voorgangers wezen, maar allen moeten zij getuigen zijn. Niet ieder heeft de gave van het woord, doch het krachtigste argument ligt niet in de schone redevoering of scherpzinnig betoog, maar in een daadwerkelijk getuigenis der Christus persoonlijkheid. Niets is voor de wereld meer noodzakelijk dan dat zij steeds weer geplaatst worden voor de Christus Gods, want ook de mens en de wereld zijn, ondanks al hun draaierige wispelturigheid, in hun wezen onveranderd dezelfde. De wereld ligt altijd in het boze en de mens deze 20ste
zowel als die van de tweede eeuw, is een verloren zondaar die alleen door genade gered kan worden. Velen wijzen de enige zaligmaker als hij hun gepredikt wordt spottend af. Duizenden zeggen dat zij met God hebben afgerekend. Door de toenemende vervreemding van God kwam steeds grotere onzekerheid en onbevredigdheid. Menig ongelovige moet erkennen dat hij geen houvast heeft. Er is in het menselijk hart een leegte die slechts door Christus vervuld kan worden. Onze tijd draagt een eigen, zeer scherpe signatuur. Het leven verloopt zoveel sneller dan vroeger. Wij leven onder hoge druk. Levensenergie is overal ten sterkste geprikkeld. Spanning, overspanning en zenuwachtige gejaagdheid bemerkt u allerwegen. Allerlei stemmen weer klinken in onze pro- en contra-tijd. Hier is hulp. Daar is de weg tot verbetering. Bij mij moet gewezen. Met hoog boven het gedruis van al die geluiden klinkt de stem van de Christus door de prediking van het evangelie. Deze stem heeft iets zeer onderscheidends. Zij klinkt gans anders dan het wild geroep dat van alle kanten als een marktgeschreeuw opgaat. De stem van Christus is krachtig en rustig, vol van mededogen en tedere ontferming. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Zalig in wiens hart de heilandstem diepe weerklank vindt. Maar rampzalig die zich ongelovig van haar afwendt. Richt tot de zulkende klimmende vraag. Mijn vriend, gij verwerpt Christus, maar gij weet dan een ander die u waarlijk helpen en aan uw onrustig en onvoldaan hart vrede en troost geven kan. En als gij te doen hebt met een ontrouwe doopleden, vermaan hen dan nadrukkelijk. Gedenk aan uw voorgangers, maar volg degenen die u achterna lopen om u te verleiden niet na. Let vooral op het einde van hun wandel. Ga dan heen, biddende, dat de Geest des Heeren uw woord als een pijl drijven in hun hart. Voorts kunnen wij niet ernstig en vaak genoeg onze kinderen op het hart binden, van hun vroege jeugd af biddend na te streven. Dat ene en grote, dat alleen vermag in ons leven de heilige standaard te planten, die nooit en door niemand kan worden omvergehaald. Zij het in het de vrucht deze uren, dat u door de Geest Gods aangevuurd moogt gevoelen, om altijd en overal getrouw en krachtig de Heere Jezus te getuigen, opdat een ieder van u in zijn omgeving zij een duidelijk leesbare brief van Christus. Godes ter ere, uzelf ten zegen en anderen tot tijdelijke en eeuwig heil.